Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het Bioplateau-project met Brazilië en Frans-Guyana. Dit gebeurde op het wereldwijde International Union for Conservation of Nature Congress in Frankrijk. Het project dat al 3 jaren loopt, houdt in dat Suriname samen met Brazilië en Frans-Guyana gaat werken aan investeringen in de Marowijnenrivier. De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt voor dit project. We hebben een samenwerking getekend om dit project voor te zetten voor de komende 3 jaren. Dat is goed nieuws. 2022 tot 2025. Daarvoor is een bedrag van 3 miljoen euro vrijgemaakt voor die samenwerking. En ik heb ook aangekondigd dat volgend jaar, februari 2022, deze conferentie dan in Suriname plaatsvindt onder COVID-omstandigheden natuurlijk. Dit zijn resultaten die zijn geboekt tijdens de dienstreis van de presidentiële delegatie naar Nederland. Op de persconferentie gisteren heeft ook minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij aangegeven wat hij bereikt heeft met onder andere de Wageningen University and Research Institution. En het behelst een samenwerking, technische ondersteuning en op diverse gebieden. Het eerste wat ik hier kan noemen, dat wordt voorbereid door de Universiteit Wageningen, dat heeft te maken met gewasveredeling. In het kader gaat het meer om het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen. En daar wordt nu een samenwerkingsrelatie voorbereid met Adron in Nikeri. Verder zaken die te maken hebben met onze export, waar wij niet helemaal aan kunnen voldoen. En ten eerste hebben we diepgaand gesproken over reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En dat zal er gebeuren in samenwerking met LVV. We hebben verder gesproken over vergroting van onze labcapaciteit bij zowel NPPO als het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid. Zowel minister Noor Mohammed als Seudin hebben aangegeven dat er met belanghebbende organisaties in Nederland is gesproken over kennis, ontwikkeling en capaciteitsopbouw.